zeer charmant opgeven. Maar ik ben ontzettend blij dat we toch een aantal vrienden van Robert hier bij elkaar hebben. Die de muziek van de Aces, en die muziek was heel erg toegewijd aan de muziek van, aan de compositie van Sidney Bechet, Louis Armstrong, u kent dat hele repertoire wel. Maar dat we in ieder geval een hele goede vervanger hebben en een waardige plaatsvervanger op sopraan straks, Thomas Wintelen uit Zwitserland. Harry Kanters op piano. Hij is eigenlijk al jarenlang ook een vaste waarde ook bij de Aces, want die heeft heel vaak met ons samengespeeld. Dat geldt ook voor de banjoist Wouter Nauwens uit Breda. Deze set heeft een wat merkwaardig verloop. Ik was vanmorgen ontzettend blij dat we ook nog een andere gast konden verwelkomen uit Parijs. Die gaat zo meteen een aantal nummers meedoen. Dat is Malo Mazurier de Garen op trompet. Die komt zo in de loop van deze set. En we hebben overigens ook nog een hele belangrijke vaste bijdrage in de persoon van Bent Persson op trompet. En die zal ik ook bij zijn. Ik ga deze set overigens weer verlaten, want nogmaals, de Aces of Syncopation was met tuba, maar ook de Aces of Swing, dat was weer met Roberts vriend Jan Voogd. Die gaat ook de basrol van mij dan na een aantal nummers weer overnemen. Maar goed, u zult het allemaal wel zien. Deze set heeft een totaal spontaan karakter, want gezien ook de plaatsen waar de mensen vandaan komen, was er geen enkele mogelijkheid om zeg maar één noot van tevoren te repeteren. Dus het gaat zoals het in het jazz gaan moet. Gewoon we beginnen en we zien wel waar het weer eindigt. Veel plezier. Thank you.